super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en zoals jullie waarschijnlijk al weten, ben ik niet zo lang geleden naar New York geweest. En mocht jij mijn New York vlogs willen zien, dan zal ik een linkje van mijn vlogkanaal hieronder in de beschrijving zetten. Dan kan je al mijn New York avonturen zien. Naast dat ik alle toeristische dingen heb gedaan, ben ik natuurlijk ook wezen shoppen. Ja, ik kon het gewoon niet laten om niet te gaan shoppen. Want ja, als je in Amerika bent, moet je gewoon, gewoon flink inslaan. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb het wel een beetje rustig gehouden. Ik kon wel bijvoorbeeld onnodige dingen kopen bij, weet ik veel, Target. Zoals schriften, pennen, noem het maar op. Wat ik wel hartstikke leuk vind om te doen. Maar ik heb me best wel goed ingehouden. Ik zag heel veel leuke dingen, maar ik ging wel gewoon verstandig shoppen. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar mijn aankopen die ik in Amerika heb gekocht, kijk dan vooral verder, maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel gaan beginnen. Oké, ik heb wel iets nieuws aan. Misschien viel het je al op. Dit is namelijk een sweater van het merk Victoria's Secret Pink. En ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik wilde al heel graag iets van pink. Want ja, ze verkopen dit niet in Nederland. En ik leef gewoon letterlijk in sweaters. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Hij is grijs zoals je kan zien. Met hier het pink logo. De mouwen zijn ja, gedetailleerd. We hebben hier een, ja, een stukje wit. Hier een patroontje met pink. En hij is super nice. En je kan hem ook naar boven dicht ritsen. Wat soms wel heel erg lekker is. Dus lekker warm. En even kijken, heb ik nog ergens bonnetjes? Dat is een hele goede vraag. Ik kan niet alle bonnetjes meer vinden. Maar volgens mij kostte hij iets van $60, $65. Ja, ik vond het wel prijzig. Want normaal gesproken koop ik niet echt dure items. Maar ik vond het wel waard. Want ik leef er zeg maar nu al in. Dus ik haal het er wel uit. Maar oké, dat is niet het enige wat ik bij Victoria's Secret heb gekocht. Ik heb namelijk nog iets. En nee, ik heb geen lingerie gekocht. Ik heb geen sportkleding gekocht. Ik weet niet waarom, maar ik had er niet echt zo'n behoefte aan. Wat ik wel bij de Victoria's Secret heb gekocht is namelijk dit tasje. Ik vond hem zo ontzettend leuk. En hij was ook nog eens in de sale. Hier heb ik wel het bonnetje van. Ik had deze twee items zeg maar op verschillende momenten gekocht. Dit item was eerst $48. En er ging 40% van af. Dus ik heb er uiteindelijk $28 voor betaald. En dan kwamen er nog kosten bij. Dus taxes. En in totaal moest ik hier €32 voor betalen. Dus in plaats van 48 heb ik er $32 voor betaald. Ja, en ik ben er dus heel erg blij mee. Hij is heel erg klein, maar ik vind hem wel heel erg praktisch. Dus deze. Dan ben ik ook naar de Brandy Melville geweest. En we hebben natuurlijk een Brandy Melville in Nederland. Maar deze in New York was echt groot. En het was heel fijn om daar gewoon doorheen te lopen. En de Brandy Melville in Amsterdam is gewoon heel klein. En ik hou daar gewoon niet echt van. En bij de Brandy heb ik twee dingetjes gekocht. Als eerste dit tasje met New York erop. Ik vond het wel heel erg leuk. En hier heb ik ook mee rondgelopen toen ik in New York was. En deze was $7. En dan heb ik ook nog een chill broek gekocht. Ik kan me eventjes niet meer herinneren hoeveel deze was. Want ik kan het bordje niet spotten. Nee. Maar volgens mij was deze broek $35, iets in die richting. Ik heb geen idee, maar hij zit wel echt super, super lekker. En ja, ik gebruik het gewoon als een chillbroek voor thuis. Dan heb ik een aantal dingen bij Macy's gekocht. We hebben hier een broek en dit is een Levi's broek. Dit is mijn allereerste Levi's broek ooit. En deze was echt mega goedkoop. Over het algemeen zijn Levi's broeken best wel duur. En er was nog één sale. We kwamen echt tijdens de perfecte periode in New York, want er was overal sale. Oorspronkelijk was deze broek $59,50. Maar ik heb deze voor $50 weten te kunnen scoren. Dus dat is super fijn. En normaal gesproken ben ik heel erg moeilijk met broeken. Maar ik pakte een broek, ik paste hem en hij zat perfect. En ja, ik ben hier helemaal obsessed mee. Dus deze Levi's broek. Dan heb ik nog iets bij Macy's gekocht. En dat zit in dit tasje. En dit is een Calvin Klein setje. Ik heb al twee setjes. Een grijze en een zwarte.
Maar ik wilde ook heel graag een roze. Voordat ik deze kocht wist ik niet dat ze roze Calvins hadden. Maar toen ik dit zag dacht ik, ja, yes, ik wil dit gewoon hebben. Ik vind het gewoon heel schattig. En ik leef in mijn Calvins. Als ik gewoon een chill dag thuis heb, doe ik mijn Calvins aan. Als ik slaap, doe ik mijn Calvins aan. Echt, ik vind het zo comfortabel zitten. Het topje was $28. En het onderbroekje was $20. Ik vind Calvins echt prijzig, maar ik weet gewoon dat ik erin leef. Dus dat is dan een uitzondering. Dan de Bath & Body Works. En het is eigenlijk gewoonlijk om kaarsen te kopen bij Bath & Body Works. Alleen de mooie kaarsen daar zijn echt zo $25. En dat vind ik eigenlijk best wel veel geld voor alleen een kaars. Dus ik heb geen kaars gekocht, maar wel andere dingetjes. Namelijk handgel. En ik heb er in totaal 6 gekocht, want er was een aanbieding 6 handgels voor $5. Ik heb er hier 5. En de 6e hangt aan mijn Victoria's Secret tas. Dit is handgel nummer 1. En ik heb ook een hoesje voor mijn handgel gekocht. Echt typisch Amerikaans, maar oké. Nou ja, zeg maar een paar jaar geleden in YouTube-land was dit helemaal in bij alle Amerikaanse YouTubers. Vandaar dat ik er helemaal obsessief mee ben. Maar ik heb dus ja, dit hoesje en er staat op shoot for the moon. En deze was volgens mij $5 en dit zit erin. En deze handgel is in de geur warm vanilla sugar. Wow. Oké, en dan hebben we hier ook nog eentje in de geur Beautiful Day. Deze geur heet But First Champagne. Ik vind die namen zo leuk. En dit is de geur Watermelon Lemonade. Alles is wel een beetje zoet, maar dat vind ik wel leuk. Dit is Sweet Pea. En dan hebben we de laatste. Dit is Ocean Citrus. Het ruikt allemaal zo fris. En normaal gesproken ruiken handgels echt chemisch. Dus ik heb een voorraad aan handgels. Echt super fijn. ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik met zoveel handgels moet. Maar ik vond het leuk en ik vond het een goede deal. Dus vandaar dat ik het heb gekocht. Natuurlijk moest ik de toerist uithangen. En kon ik het niet laten om souvenirs te kopen. Ik heb als eerst een kaart met New York erop. Want ik verzamel kaarten. Overal waar ik naartoe ga, koop ik een kaart. En uiteindelijk wil ik dit in een boek plakken. Of ik weet het eigenlijk nog niet precies. Maar dit is dus echt voor mijn verzameling. En dan hebben we ook nog een sleutelhanger. Het is heel erg cute, dus deze komt aan mijn sleutelbos te hangen. Dan heb ik 2 mokken gekocht. De eerste mok is van Starbucks. Ik heb deze nog nooit in Nederland gezien, vandaar dat ik hem in Amerika heb gekocht. En ik heb gewoon een mega erge mokkenobsessie. En deze mok was $11.95. En dan hebben we nog een andere mok. En deze mok had ik echt in een heel schattig zaakje gekocht. Geen idee hoe het heet. Maar hier staat op Hello Beautiful. Te cute. En deze was $14.95. Dan ben ik naar American Eagle geweest. En daar heb ik 1 dingetje gekocht. Namelijk een bralette. En ik vind hem heel erg chill zitten. En ook op dit item zat korting. Hij was oorspronkelijk $24.95, maar ik heb hem voor, hier een bonnetje, nee, hier heb ik ook niet een bonnetje van, maar er ging 40% korting ervan af, dus hij was iets van $14, dus dat vond ik echt super chill, dus ja, ben blij met deze aankoop. En dan heb ik ook iets bij de Forever 21 gekocht, geen kleding, maar wel een heel leuk item voor in mijn kamer, oké. Namelijk, oh, er zit een tasje in een tasje in een tasje. Namelijk dit marbelschaaltje. Ik vond hem te schattig. Hier wil ik mijn ringetjes op leggen. En deze was $4.90. Dan ben ik natuurlijk ook naar de Target geweest. En ik heb niet de hele Target leeg gekocht. Want ja, ik had eigenlijk niet alles nodig. Wat ik daar wel heb gekocht is Oreo. Ik heb deze Oreo Red Velvet gekocht en Oreo Birthday Cake. Maar die ligt in de voorraadkast en die had ik al opengemaakt. Want ik was gewoon te nieuwsgierig ja, of ik die lekker zou vinden. En op zich vind ik hem best wel lekker. Dus ja, ik raad het je zeker aan. En natuurlijk hebben we ook Oreo's in Nederland.
Bij de Yamin kan je bijvoorbeeld ook allemaal verschillende Oreo smaken halen. Maar daar is het echt een stuk duurder. Want ik heb hiervoor $3 betaald. Terwijl je in Nederland echt zo makkelijk 5 à 6 euro voor zo'n pakje kan betalen. Dus vandaar dat ik een voorraad aan Oreo's heb. Dus die en birthday cake. Dan heb ik nog twee andere dingen bij de Target gekocht. Namelijk deze Maybelline Fit Me Foundation. Ik heb geen idee of dit mijn juiste kleur is. Het is de kleur 120 Classic Ivory. Maar ik heb de gok maar gewaagd. Want ik kon het niet testen in de winkel. Want ze hadden geen testers. Maar ja, we zullen wel merken of dit mijn kleur is. En dan heb ik nog een Pixie highlighter gekocht. Van de Aspen Over collectie. Want zoals jullie weten ben ik helemaal obsessed met Aspen. En deze was ook in de sale. Hij was eerst $20 en hij was afgeprijsd naar $10. Dus dat was een hele goede deal. Ik ga hem binnenkort even proberen. En als hij niet goed is, dan vind ik het gewoon nog leuk om te hebben. Want ja, Aspen Over fan. Dan heb ik bij de Sephora een Tarte palet gekocht. En mijn huisgenootje Sarah heeft deze ook. En ik ben er helemaal obsessed mee. Dus ik wilde hem zelf ook kopen. Ik vind hem zo ontzettend pretty. En hij ruikt ook heel erg lekker. Dit is het palet. Het zijn hele mooie kleuren. Het is heel natuurlijk. En ik hou gewoon van natuurlijke oogschaduw. En deze was volgens mij $46. Dan heb ik bij een ander winkeltje deze CoverGirl mascara gekocht. Ik heb nog nooit iets van CoverGirl gehad. Dus ik was hier heel erg benieuwd naar. Hij was als het goed is iets van $11. Gewoon een prima prijsje voor een mascara. Ik ben benieuwd. Hij is waterproof. De verpakking zegt dat je 10 keer meer volume krijgt. Ik ben benieuwd, want ik heb dat zeker nodig. En dan hebben we ook nog popcorn met een laagje boter. Ik weet nog, echt way way back, toen ik naar Londen ging, had ik ook popcorn gekocht met een laagje boter. Dat had ik ook een keer in de shop nog laten zien. Popcorn met een laagje boter eromheen. Ik heb dit ook nog niet gegeten. Maar ik ben hier ook benieuwd naar. En ik ben er echt obsessief mee. Ik hou van deze soort popcorn. Dus ja, dit heb ik dus gehaald. En dit was volgens mij iets van $4, $5. Oh ja, dit was ik ook bijna vergeten. Ik had ook Reese's gekocht. Alleen, het is op. Ik had dit in het vliegtuig gegeten. En dit waren niet de Reese's Cups, maar de Reese's Pieces. En dit kan je vergelijken met M&M's. Ja, het waren zeg maar kleine ronde dingetjes met pindakaas erin. En ik moet je zeggen dat ik niet echt een pindakaasfan ben. Maar dit vond ik heel erg lekker. En volgens mij zijn we alweer aangebroken bij mijn allerlaatste aankoop van mijn shoplog. En dit is ook het kleinste aankoop van mijn shoplog. Dit ding is zo schattig. Dit is een mini vaseline potje. Echt te cute. Ik zag dit en toen dacht ik, ik moet jou meenemen. Ik heb een lippenbalsem obsessie en dit vond ik gewoon te schattig. En dat was iets van $1, $2. Vet chill. En dit is in de geur coca butter. Ik ga hem gewoon gelijk openmaken. Het ruikt gewoon chill. Ik heb al iets op mijn lippen, dus ik ga er niet op smeren. Maar het ruikt heel lekker. En ik vind het gewoon te schattig dat het zo klein is. Kijk dit nou. Oké. Nou jongens, dat was alweer mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En mocht je toevallig binnenkort naar New York gaan, of naar Amerika überhaupt, laat me weten wat er op jouw verlanglijstje staat. Want ja, ik wilde sowieso heel graag, maar dan ook echt heel graag naar de Target. En stiekem had ik gedacht dat ik de halve Target leeg zou kopen. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben gewoon blij met mijn aankopen. Ik heb geen spijt van dingen. En ik heb gewoon alles gekocht wat ik wilde kopen. Doe vooral dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En nogmaals, mocht jij mijn New York vlogs willen zien, dan zal ik een linkje van mijn vlogkanaal hieronder in de beschrijving zetten. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!